Dat komt mensen. Oké, wat? Kun je het gewoon even zo doen ofzo? Nee. Denise gaat gewoon in de lucht zo. Of wil je deze sushi ding in je neus stop? Deze bij jouw hersenen kietelen ofzo. Die antwoord gaf me niet bevragen. Ik moet er gescheeld. Ik ging slapen en toen stond ik op en toen ging je ruiken. Maar ik had Mokbang! 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 Hey, wat bietesjes. Dit is echt de zieligste mukbang ever. Echt fucking weinig. Ze hebben onze besteding. Gaan we die vooral even vertellen over wat voor moeite hebben gedaan voor dit school. Gooi het alles tegen ons gezicht uit. Nou, wij gaan een mukbang doen vandaag voor jullie guys. Ready met Nappy Time. Je legt al die sushi bij jou. Mukbang guys, hashtag mukbang. Oké, we gaan even die verhaal vertellen wat er voorafgaand is gebeurd. Ja, oké, nou. We zijn aan het rijden. Deze guy vraagt gewoon terwijl ik aan het rijden ben aan mij, wat wil je eten? Terwijl ik aan het rijden ben. Dus ik zeg, kan ik niet straks kijken? Hij zegt, nee, ik moet het nu bestellen. Dat is wel goed, toch? Dus daarna, we staan zo stil, dus gaan ze bestellen. Deze guy, ik was al helemaal geïrriteerd. Hij komt met, ja, hij doet het niet. Ja, we gaan nu naar huis. Terwijl we helemaal van Edam naar Purmerend waren gereden. Wou ik naar huis gaan om het eten te gaan bestellen vervolgens. Ja. Dat is toch heel raar. Ja, want dan kan ik toch via die reader doen, omdat het eerst niet lukte. Maar waarschijnlijk is je wel doorgekomen. Je wilt eerst naar die plek toe rijden en dan besef je, weet je, fuck it, we gaan naar huis en we bestellen het. Ja, maar wat er is gebeurd, we hadden het nog twee keer besteld. Dus, is dit echt kip? Nee, is kalkoen nou goed? Is toch kip, staat dat het kip is? Lekker mensenvlees, kip. Hallo, kip is mensenvlees eruit. Is het nu een reden voor mij om uit je buurt te gaan? Dus, hoe weet je hoe mensenvlees eruit ziet? Maar ik wil niet met open mond praten. Ja. Het is niet echt de lekkerste sushi die ik ooit gegeten. Oh! Dit is wel lekker. Maar waar ben je al mee bezig in je leven? Ademhalen. Ja, soon komt een nieuwe tune uit. Je weet natuurlijk welke rapper erop staat. Ja man, goede rapper. Ben jij nu mee bezig? Want je was eventjes van de aardbodem verdwenen. Zo. Ja man, ik had even geen zin erin, maar ik maak wel weer video's en zo. Eeuw, wat is dat? Is zalm. Welke is die met kip? Deze. Toch? Nee, dat is garnaal. Ja, maar welke is dan met kip? Kip! Wat kip? Maar je had ook deze? Ja, ik denk het wel. Als die krokant is, dat hem sowieso. Maar is dit het? Ja, dat is kip. Je ziet toch, dat is kip. Nee, dat zie ik niet hoor. Dat is kip. Lijkt op zalm. Of tonijn. Ja, lijkt op tonijn. Moet je proeven hier? Ja. Ik ben echt een kindje. We gaan van die comments krijgen wat eten jullie vies en zo. Ja, echt heel smerig. Heb jij dit besteld? Nee. Ze hebben ons echt zomaar iets gegeven, hè? Zwaar gefinesse. Ze hebben ons echt gefinesse. Met plak sushi. Dit is kip volgens mij. Dit is kip. Ja, ik weet, ik had het al. Oh. Deze mensen hebben ons zomaar sushi gegeven dat we het niet besteld hebben. We hebben een gekke grote vis. Oh, gekke grote vis gekregen. Wie de fuck eet dit nou? Ik ga het proeven. Maar wat is het dan precies? Dit is surimi of zo. Dat is krap. Ja, dit is geen echte krap. Dit is geen echte krap hoor. Dit ziet er heel plastic uit. Ja. Ik smaak wel met je plastic krap. Dit voelt allemaal plastic, zoals dit. Smaakt ook heel plastic allemaal. Hoe is het om bekend te zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik weet daar niet echt wat van ofzo. Nee, zeg maar vroeger toen ik echt elke dag met de trein ging en zo. Dus het zit rest is moet dan om 7 uur. Ik denk 7 uur. Daar is je tand zwart. Vroeger toen ik met de trein ging en zo, vond ik het wel best wel lastig om zeg maar je toch elke dag gewoon foto's te maken. Ja, zeg maar, je weet toch, als je een zware dag hebt gehad en je gaat met de trein, het is wel irritant met die zweterige, zure mensen in je neus gaan en zo. Het zijn mensen die stiekem foto's maken en zo. Maar sinds ik een auto heb, vind ik het echt niet meer erg om door de stad te lopen en foto's te maken en zo. Dus ja, voor mij is het niet echt een big deal. Maar je bleef wel gewoon altijd ouder. Ja, want je weet toch, je fans hebben er wel voor gezorgd dat je bent wie je nu bent, weet je? Ja, precies. Wow.
Nog steeds. Toto. En we zijn wel saai, man. Oké. Wat haten jullie de meest aan elkaar? Je wordt altijd zo gereinigd. Je wordt snel boos. Jij praat altijd te veel. Gewoon. Jongen, jij wordt wel snel boos. Ja, nee, ik ben gewoon snel geïrriteerd. Maar jij, als jij je mond eventjes moet houden, dan blijf je maar praten en praten en praten. Oké, mag ik nu jou gewoon een beetje voor schut zetten? Nee, ja. Kijk, ik weet hoe zij is. Beetje. Als je gewoon er iets fout gaat, dat haar schuld is, gaat ze jou de schuld ervoor. Helemaal niet. Ja, echt, ik ben als zij de weg niet weet, dan gaat ze boos worden op jou. Maar ook een beetje flirtest doen. Dus Nabi zei net tegen mij, voor mij, ik denk dat je bipolair bent. En soms zit ik er echt over na te denken, want soms ben ik echt opeens boos en opeens blij. En dan ineens blij en dan zegt ze, ik ben zo gelukkig. Waarom is deze sushi zo pittig? Komt dat door die ik ben toch Suriname, je kent toch wel tegen die pittig? Ja, maar ik vind het gewoon raar, want ik heb nog nooit een pittige sushi gegeten. Nou, oh, welkom to the pittige sushi life. Dat is wel echt vermoeiend zijn, man. Oké, als Nabi Vonneke voor één dag zou zijn, wat zou hij dan als eerste doen? Die tietsverkleining. Jezus. En dan denk ik dat jij die pijn gaat voelen, hè? En zag je dat rijststukje dat in je mond vloog? Nee, gelukkig heb ik dat ook niet. Is dat deze die op die sushi gevallen is? Oh nee. Hij is daar ergens of zo. Godverdamme. Als ik jou zou zijn, dan zou ik de hele dag van die gekke bek trekken naar mensen. Ja, je doet niks anders bijzonders. Nee. Fuck jou. Wat zou ik doen als ik jou was? ik zou in de stad gaan. Ik zou in de stad lopen. Ja. Zou ik naar mensen toe gaan met die bril. En zou ik dan... dat zou ik dan bij iedereen doen. Mensen zouden echt denken dat je me tanden doet. Je zou me dood voor schut zetten. Precies die ene dag ga je me zo hard voor schut zetten. Mijn carrière is gelijk voorbij. En dan doet ook je shirts omhoog. Wie wil mijn tepels vriezen? Leukste dag dan. Heb je op die sissie geniest? Nee. Sissie. Kun je het gewoon even zo doen ofzo? Nee. De niezen gaat gewoon in de lucht zo. Ruik jij het nooit als mensen niezen in je buurt? Ik ruik dat altijd. Als mensen in mijn buurt niezen, dan krijg je... Hoe ruikt een nies? Je hebt zo'n rare geur, zo'n natte hond of zo, zo'n banaan of zo, weet ik veel. Alleen jij kan een nies ruiken, jij bent raar. Ja, weet ik veel. Het is gewoon een rare geur. Maar ik ken meer mensen die dat hebben. Hoe ben je zo dik geworden? Is die vraag voor jou of voor mij? We zijn alle twee dik geworden. Nou ja, ik ben sowieso dik geworden omdat, kijk, vroeger moesten we echt geld saven. En was het echt van, oké, ik heb 5 euro voor de trein, 5 euro voor dat, 10 euro voor dat. Ja. En nu zijn we gewoon op een level dat we gewoon kunnen spenden wanneer we willen. En ja, ik heb dat heel erg met eten. Dan koop ik maar en blijf maar kopen op straat of zo. Oh, wij kopen niet echt veel merkkleding, hè? Nee. Ik koop niet, ik vind nou, jij had wel echt een periode dat je wel echt hem ging. Dat was gewoon die niks gewend periode gewoon. Die geschrokken periode, weet je wel. Ja, ik ook. Dat ik zeg maar ook zomaar een Gucci ring van 700 ging kopen of zo. Ik ben er nu wel echt mee gestopt, man. Zijn jullie blij? Ja. Hoe je er nu voor staat met alles? Ik ben nooit blij, eerlijk gezegd. Ik neem nooit genoegen aan dingen. Het moet altijd beter. Nee, ik doe niet op die manier. Ik doe het op die manier. Ik doe gewoon dat je niet gezet bent. One night places. Of wil je deze sushi ding in je neus stop? Deze bij jouw hersenen kieten los ook. Waarom gingen jullie eerst een tijdje niet met elkaar om en toen weer wel? Die antwoord gaf me niet bevragen. Die hoef ik nu niet meer. Dat is gewoon, we irriteren elkaar gewoon. Ja, dat is het. Dat is het. Ja, we hadden gewoon irritaties aan elkaar, dat was het. Kijk, we waren gewoon best wel kinderachtig toen die tijd. We waren toen 18 of zo, 19? Ja, 18. 18. Ja, man. En ik merk het gewoon heel erg aan ons dat we zeg maar die overstap maken van onvolwassen naar volwassen, zeg maar. En op een gegeven moment irriteerden we ons zo erg aan elkaar. Dat we gewoon dachten van oké, we kunnen niet meer zo vaak samen zijn omdat we elkaar te erg irriteren en te veel negatieve vibes zijn hier. Dus toen hadden we afstand genomen, maar we hebben heel vaak afstand van elkaar genomen en toen zijn we weer gewoon bij elkaar gekomen, dus. Ja, heel maar, vaak. Maar dit is bij elke vrienden. Met nog echte vrienden. Elke vrienden. Elke vrienden, echt goede Nederland. Ja.
Ja. Alle beste vrienden hebben wel beef en zo. Dus het is echt niet raar of zo dat we even niet met elkaar omgingen. Maar wat ik wel vervelend vind, omdat we bekend zijn, dat mensen dan gelijk weer dingen gaan verzinnen. Ja. Ga je 3 keer niet zo, zonder je vingers voor je neus te doen. Je moet echt scheten. Boela, ik word net nog eens zeggen, nee. Ik moet scheten. Ik zweer het, ik lieg niet. Eeuw. Er zit een bot in. Ziet er echt vies. Maar je laat het nu ook gewoon zo liggen. Ja, hallo, ik ga doe uit beeld, man. Denk je dat ze dat willen zien? Of hallo, niemand ziet dit, hoor. Ja, ik hoef daar niet meer van dat bakkie. Heb je een vriend? Nee. Heb jij trouwens een vriendin? Nee, toch? Oh, middelbaar is HAVO en zo. Ja, ik ben dus van HAVO. Blijven zitten in de tweede. Daarna overgaan naar de derde. Toen wist je niet dat het middelbaar was? Snel. En toen ben ik met de derde naar een andere school gegaan. Toen ben ik daar ook niet over gegaan. Toen ben ik weer naar een andere school gegaan. 4 MAVO. En toen ben ik wel geslaagd. Ik heb op de middelbare school gezeten. En op het MBO. Ja, ik heb ook MBO gedaan. Maar ik heb dat 3 jaar gedaan. Maar ik kon het gewoon niet meer. Dan ben je de hele dag blij. Goed verhaal. Hebben jullie ooit met elkaar gezoend? Nee. Ja. Waarom moet je liegen? Nee, ja, we hebben echt 5 keer met elkaar gezoend of zo. Nee, grapje. Parat TV, screenshot. Nee, we vonden we 5 keer met elkaar gezoend. Ja, nog niet 5. Ja. Je raadt nooit wat van een boek met Navi leeft gedaan. Klik op de link om meer te leren. We waren wel een keer in het samen hotel. Dat was echt zo awkward. Ja, ik ging slapen en toen stond ik op en toen ging je ruiken. Maar ik had gezegd. Jij bent zo raar. Dus ik ging slapen. En hij ging, waar ik had geslapen ging die ruiken. Nee, want het stonk. Helemaal. Hou je het stonk daar. Ja, hallo, maar je slaapt. Ik wil weten waar die geur vandaan kwam. Wat is iets wat je echt nog wil bereiken in je leven? Je hebt echt een dag, jij ruikt aan alles, kill. Ja, ik weet niet, dat is mijn... Zelfs aan mensen ruiken, dat is echt niet normaal, hoor. Als ik met je omga, moet je gewoon lekker ruiken, klaar. Dus ja, maar je gaat toch niet aan mensen ruiken, Nebby? Ik ruik toch niet aan mensen? Jawel, mensen. Je ruikt aan... Je zit altijd over mensen te stinken of naar vis ruiken. Ik heb een goede neus, ik ruik het snel. Zo hoeveel teammates om met staan als ze stinken, ruik ik het. Nee, ik plas een beetje op boek. Foto met hem te maken om niet met je zure oksel naast te staan. Want hij ruikt het op 10 meter afstand. Beschrijf elkaar in 1 woord. Moeilijk, maar 1 woord is heel helemaal niet. Nee, grapje. Gezellig. Grappig. Wow. Ja. Ja. Ja, maar in 1 woord is heel moeilijk. Ja. Dan moet je een algemeen woord hebben wat heel veel dingen betekent, vind ik. Want ik vind jou heel veel dingen. Oké, politiek correct zeg. Ja, ik vind jou irritant, maar ik vind je ook aardig en zorgzaam. En ik vind je ook gezellig en grappig. Maar ook irritant, snap je? Heb je zin in je borstverkleining? Ja, maar ik heb er zin in. Lekker onder het mes, heerlijk. Ja, maar jij durft zulke dingen nooit, hè? Nee, ik was gewoon te lui om naar de huisarts te gaan, naar de dokter zelf. Ja, maar 1 keer belde je mij ook voor iets anders. Toen zei ik tegen jou, jij moet naar de dokter gaan. Zei je, dat durf ik niet. Ja, maar ik wil gewoon niet zelf naar de dokter gaan. Doktersafspraken zelf maken is gewoon niet mijn ding. Je wou gewoon dat ik met je meeging zelfs. Ja, maar ik ben een dokter kan je gewoon vertrouwen. Ik weet, maar ik heb gewoon geen zin. Dat is het. Oh. Ik ben niet bang of zo. Ja. Ik heb gewoon geen zin om die afspraak te maken. Met knopjes. Het ziet er echt stinkerig uit. Helemaal niet. Deze is zo... Hé, je gaat niet meer gezien. Kijk, mijn voet is ook mooi. Ik denk toch aan alles volgens jou. Ja. Hé, hey, ga in de buurt met z'n tenen alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik zeg Big Dick Energy. Wie denk jij dat het coolste is van ons? Volgens wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ik cooler ben dan jij. Oké, jongens, sterk voor het kijken naar onze mukbang. We vonden deze sushi heel fijn. Volg mij op Instagram, abonneer op mijn YouTube kanaal. Zelfpromo, shameless. Wat gaan we als titel zetten? Ik heb net 5 keer gezoend.
Wij hebben een relatie. Wij hebben relatie. Die hebben we echt al 3 keer gebruikt. Ja, kan je niet door naar boven kijken? Kan je dat niet doen? Oké. Sushi vandaag, fuck jullie. Jij bent echt lelijk als ik het zo bekijk. Jij bent lelijk. Jij bent lelijk. Nee, maar we hebben ook elkaar nooit zo lang dichtbij meegemaakt, volgens mij. Nee, als ik dat wil doen, was je helemaal gek. Ja, blijf van mijn schouder af. Zeker niet tegen mensen aan de schouder. Nee, ik denk dat mensen onderhand nu wel weten hoor. Ja, maar ik heb dat ook heel erg. Maar ik ga niet flippen zoals jij. Hey, doe maar. Heerlijk, is toch ja, irritant? Ja, oké, okay. Volgende keer gaan we ervoor zorgen dat het een betere mukbang is. Mukbang. Mukbang, wat is het dan? Het is toch mukbang? Of mukbang? Ik weet het niet eens. Mukbang. Boekman. Boekman? Bakman. Kantan toch heel? Mukbang. Kom. Mukbang. 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 Kan zo dan gaat dat zo mukbang. Dan maak je mukbang. Kom, we gaan doen. Ja. Ja, goed, nou, mag ik 1 mukbang? Sorry. Mag ik 1? Waarom moet je lachen, kill? De rest van ze meer goed, hè? Goedendag, mag ik 1 mukbang bestellen? Ja. Zo, ja, zeg maar. 1 mukbang alsjeblieft. 1 mukbang, wat is dat? Ja. Wat is dat met het geval nog een keer? Maar u verkoopt dat toch? Dat staat op uw site. Mukbang. Wat wil je hebben? Mukbang. Mukbang? Oké, okay, bedankt voor het kijken en tot de volgende video, man. Linkje staat hieronder. Mukbang. Mukbang.